Naast de tijdelijke tentoonstellingen heeft Voorlinde een vaste collectie die letterlijk zo muurvast is dat ze niet of moeilijk verplaatst kan worden. Enorme constructies zoals het Serra Labyrinth, maar ook minuscule inrichtingen zoals deze lift. Je zou er zo overheen kijken. Deuren die af en toe open en dicht gaan. Nergens naartoe. Speelgoed of Kafka. Belevingskunstwerken noemt men deze permanent geïnstalleerde kunst. Niet altijd permanent, want soms voor onderhoudswerkzaamheden vervangen door een ander project dat eveneens uitnodigt tot participatie. Geen kinderen, maar volwassenen. Erwin Worm, een Oostenrijks beeldhouwer, is bekend om zijn kunst met een kwinkslag. Hij maakte deze muts, poebelhaube, poedelmuts of Noorse muts. Symbool voor warmte en geborgenheid, maar hier vooral ook als ervaring. Dit koppel is dan weer meer dan dubbel zo groot als de koppels die enkele honderden meter verder op het strand liggen. Sommige items, dit bijvoorbeeld 5000 kilo elk, kunnen eigenlijk nooit meer weg. Dat geldt ook voor de luchtruimte van James Turrell. Je komt er even bij en je kijkt naar wat? Gewoon naar een vierkant gat in het dak. Je kan alleen maar hopen dat er wolken in de lucht zijn. Dan wordt het nog mooier. En dan het zwembad. Je kan er wel in, maar niet via dat neptrapje. Dit is het ideale droogzwemmen voor oud en jong. Oefenen maar. Het is toch een liefdesleid, 100 jaar.